eeuwenoud handwerk van een bijzonder karakter wordt nog heden ten dagen in Hindelopen beoefend. Het is de meubelmakerij in specifiek Hindelopense stijl, een vak waarvan de kennis en bedrevenheid van vader op zoon zijn overgegaan. Het weinige machinale werk bestaat onder andere uit het draaien van de stoelpoten. Hier ontstaat een stoof, een meubel dat de platte landen nog veelvuldig wordt gebruikt. Het uitsteken geschiedt geheel met de hand. Een van de vele stukken houtsnijwerk waarmee deze meubelen zo rijk versierd zijn. In dezelfde werkplaats worden de meubelen met de hand beschilderd. Een mouw die het werk zou kunnen bespoedigen, wordt niet gebruikt. Deze fraaie werkstukken, die hun weg over de gehele wereld vinden, kwamen uit de handen van eenvoudige handwerkslieden, die hun ambacht hoog in ere houden.